Echt heel erg gezellig hier. Prachtige dag. En dat klopt ook. Want er is een bijzonder feestje hier. Hè? We gaan naar IJsje. IJsje, Jannie. Ik moet even maaien. Als jullie nou een vlieg blazen. Heel hard blazen. Hoe is het om directeur van deze school te zijn? Nou, fantastisch. En het is ook fantastisch dat ik pas een jaar hier werkzaam ben. En dat wij nu dit hier mogen vieren met elkaar. Dat is natuurlijk fantastisch om mee te maken. Er is een heel team bezig geweest van ouders en van leerkrachten om hier echt een prachtige week te organiseren. Dus ja, ik ben heel blij en ik ben heel erg trots op deze school. Ja, ja, want deze week staat in een bepaald teken. Kan je daar iets over zeggen? Het teken is verleden, heden en toekomst. Dus we willen ook samen met de kinderen allerlei activiteiten gaan doen om te kijken van, nou ja, hoe was het in het verleden, hoe is het nu en waar gaat het misschien in de toekomst naartoe? Daar koppelen we dit thema aan. Ja, want er gaat ook nog iets heel nieuws gebeuren en dat is volgens mij iets met Lip Dub en dat is een of andere film. Kan je daar iets over zeggen? Ja, wij zijn al begonnen vorige week zelfs al met het organiseren en maken van een Lip Dub. Een Lip Dub is eigenlijk een liedje en op dat liedje gaan de kinderen allerlei uitbeeldingen doen en ze gaan meezingen. En eigenlijk wordt dat lied in één keer door de hele school opgenomen, dus in één take door de hele school waarbij alle kinderen langs de opname staan en die van alles doen, wordt dat liedje in één keer door de hele school opgenomen. En ja, heb je dus eigenlijk een heel mooi beeld van, nou ja, hoe de school eruit ziet, hoe de leerlingen eruit zien en nou ja, hoe mooi en leuk het hier allemaal is. Ja, ja, want dat is aanstaande vrijdag wordt dat opgevoerd, hè? En voor wie is dat bedoeld? Nou, dat is eigenlijk voor iedereen bedoeld die iets met deze school te maken heeft. Ja. Heel erg leuk. Ik hoop dat jullie een hele fijne week hebben en succes op deze school. Dankjewel.